Het Soerselhof, zoals het er nu uitziet, is ongeveer 220 jaar oud. Maar zijn geschiedenis gaat veel verder terug in de tijd. In 1233 namelijk schenkt Hendrik II, hertog van Brabant, al de gronden die hij bezit in Soersel en Westmalle aan de abdij van Villers. Het was de bedoeling er een nieuwe Cisterciënzer abdij te stichten. Om allerlei redenen is dat plan niet doorgegaan en werd de abdij opgericht in Hemiksem aan de Schelde. De abdij behield wel haar 800 hectare grote domein in Soersel. Het domein was ook een jachtgebied van de hertogen die er tweemaal per jaar met hun jachtgezelschap verbleven. Bij het domein behoorde ook de hoeve van Hooidonk, zoals het gebied vroeger heette. Dat lag aan de rand van het kloosterbezit. Het gebouw, dat men het quartier noemde, was de woning van de pater provisor, die de Soerselse goederen beheerde. Het beheer omvatte boerderijen, bossen, hooibeemden en heiden. In de tweede helft van de 18e eeuw bereikte het domein zijn bloeiperiode. Men besloot toen het verblijf van de provisor aan te passen aan de status van de abdij. Onder leiding van de toenmalige provisor Pater Bonifacius de Wolf werd er een kasteel gebouwd dat het Abtshof als naam kreeg. Het gebouw werd voltooid in 1790. De monniken hebben er niet lang kunnen van genieten, want 5 jaar later werden al hun goederen door de Franse bezetter in beslag genomen. De paters namen de vlucht. Sommigen gingen terug naar hun familie. Tijdens de 19e eeuw onderging het gebouw geen veranderingen. Wel werd de omgeving van het kasteel geleidelijk omgevormd tot een park. Veranderingen gebeurden er wel in de eerste helft van vorige eeuw, toen het eigendom werd van adellijke families. De Franse tuin met een oprijlaan naar de baan Lier-Oostmalle was een realisatie van baron van Ravenstein. Een kasteel moest een toren hebben en een huiskapel, en daar werd dan ook voor gezorgd. In 1950 verkocht baron van de Put zijn bezit en kwam er een vakantieverblijf voor Antwerpse kinderen. Daarna werd het een hotel, pension, restaurant en café. In 1956 teisterde een brand het kasteel. Het dak en interieur werden vernietigd. Het werd gedeeltelijk gerestaureerd, met uitzondering van het dak. In 1989 kocht Ivo van Varenberg, die sinds 1981 in Soersel woont, het kasteel en het park en hij restaureerde het in zijn oorspronkelijke staat. Tijdens de restauratie werd het Soerselhof dan uiteindelijk toch beschermd als monument. Meneer van Varenberg, waarom hebt u zich ontfermd over het kasteel en hebt u het gerenoveerd tot zijn oorspronkelijke staat? Maar ja, zelf ben ik een Soerselaar sinds 1981. Ik was nooit in het Soerselhof geweest, mijn vrouw wel. En de aanleiding was in 1989 op een feest van Monnikenheide met het toenmalig bestuur van de tennisclub De Meerheide. Want zij hadden op dat ogenblik schrik en zij verwachten een faillissement van de toenmalige uitbater van het Soerselhof. En zij vroegen mij, zijt gij niet geïnteresseerd in de aankoop van het Soerselhof? Oké, na een beetje nadenken, een tijdje later, heeft dan een van mijn vennootschappen het Soerselhof gekocht. En daarna ben ik volledig gegaan voor de restauratie ervan, de volledige restauratie, in de geest en zoals het toen der tijd bij de paters was in de 18e eeuw. Ja, zoals men weet staan de Cisterciënzen synoniem voor ontechting, ascetische eenvoud, strengheid en beheersing. En ik herinner mij ooit gelezen te hebben dat in de 12e eeuw de stichter van de Cisterciënzers, Bernard van Clairvaux, toen ze hem de vraag stelden, wie is God, dat hij antwoordde, God is hoogte, lengte, breedte en diepte. En het is in diezelfde context dat ik de restauratie van het Soerselhof heb opgevat. Je gaat hier geen franjes vinden, er zijn dus geen tapijten, geen gordijnen.
Alles is dus werkelijk zoals het in de strengheid, zoals het past bij de Cisterciënzers. Ook bij de binnenafwerking werd hiermee rekening gehouden. Strengheid is overal troef. Alles is een beetje volgens de trend van de Cisterciënzers. En als verzamelaar van hedendaagse kunst vindt men dan ook terug in de monochrome werken en in de minimal art, zoals zij dus aanwezig is in het kasteel. Een beetje zoals Mies van der Rohe het vroeger verwoordde: less is more. Wat is zo opmerkelijk aan het Soerselhof? Ja, het gebouw ziet eruit zoals het vroeger in de tijd van de paters was. Op dit ogenblik ziet het er zo uit, maar met één verschil. De vroegere voorkant is nu de achterkant geworden. En ook het ganse gebouw is in baksteen opgetrokken, want dus de paters hadden hun eigen steenbakkerij. Onvoldoende misschien een beetje, want ze hadden niet genoeg geld in die tijd, want een stuk van de voorgevel bestaat uit Balinghamse zandsteen. Hoe ging de restauratie in zijn werk? Ja, de restauratie is zeer snel verlopen. Na anderhalf jaar konden we reeds het gebouw betrekken. Wat is er overgebleven? Het casco, het skelet van het gebouw. Al de rest is vervangen. Hè. Alleen de monumentale trap is gebleven. De kapel, die niet origineel was, werd ook afgebroken. Hans Soersel heeft mij zot verklaard. De luiken zijn allemaal vernieuwd. Ook de natuurlijke zandsteen werd vervangen, onder meer in het fronton van het nieuwe dak. En daarna hebben we het koetshuis aangepakt, daar werden de molures hersteld en werd er ook een nieuw dak gebouwd. Kunt u iets meer vertellen over de prachtige tuinen? Ja, enerzijds is er een Franse voortuin. En deze Franse voortuin is gekenmerkt door vormgesnoeide buxussen en taxussen. De taxussen, er zijn er een 140-tal. Wat de buxussen betreft, die zijn een kleine 100 jaar oud. En aan weerszijden van die buxussen vindt men vormgesnoeide linden. En de bedoeling van de landschapsarchitect was die linden te snoeien op de hoogte van de kroonlijst van het gebouw. Aan de achterkant is er een Engelse tuin. Eerder een chaotische tuin, waar toch er minder strakke indeling is als in de voortuin, maar waar vrijgekomen paden kronkelen over kunstmatig aangelegde heuvels. En alles wordt gecompleteerd door een wilde tuin en waar dat dus de natuur gerust haar gang kan gaan. Er zijn ook een aantal majestueuze bomen. Ja, dat klopt. Een linden en een aantal beuken dateren uit de tijd van Bonifacius de Wolf. Dat is ongeveer 200 jaar oud. En er zijn drie exemplaren, namelijk een toejang, dat is een zogenaamde levensboom, en twee schijncypressen die door graaf de Spoelberg in zijn baanbrekend werk in België, merkwaardige bomen van België, gecatalogeerd zijn als uitzonderlijk. We zien ook in de tuin minimal art terugkomen. Hetzelfde beleid werd gevolgd ook voor de tuin. Aan de kunstenaars werd gevraagd om rekening te houden, misschien met een andere locatie, maar zeker ervoor te zorgen dat het kunstwerk deel uitmaakte van de natuurlijke omgeving en omgekeerd dat dus de natuurlijke omgeving in relatie stond tot het kunstwerk. Er is dus werkelijk een continue band tussen beiden. En dit heeft geleid tot een aantal kortstondige, bescheiden sporen die nagelaten zijn in plaats van nogal agressieve monumentale ingrepen die door de Amerikaanse earth artists nogal dikwijls aangewend worden en die dan de eeuwen moeten trotseren. Indien men er niet specifiek op let, ziet men de kunstwerken in de natuur niet. En op termijn zullen deze kunstwerken allemaal verzworven worden door de natuur zelf. En wie vindt men in de tuin? Dat zijn dus de kunstenaars die voornamelijk land art propageren, zoals David Nash, zoals Richard Vendlet, Jeroen Doornweert, Gene Eyesteen en Mark de Rover.